de Rebeuren gaat weer aan. Het is zondag. Er gaat brood gebakken worden. Maar eerst een eitje en allerlei andere lekkere dingen. Worstenbroodjes, sausijzenbroodjes. En het is vandaag een druilerige dag. Ik ga zo meteen de luiken opengooien. Maar eerst vuur maken. Zo ligt mijn doetje lekker in een mandje. En ik geloof het wel, het is buiten echt pokkenweer. Hier staat nog steeds een schilderij, dat moet straks naar het atelier, maar dan ga ik er verder. Hier brandt de Rayburn. Het begint al lekker op temperatuur te komen. Dan gaan straks de eerste broodjes erin. En ik ben bezig met een ontwerp voor mijn eigen atelier te presenteren. Hier komt ook weer een banner van. Nou, dit vond ik wel een mooie. Dus die ga ik ook bestellen. En dat is bedoeld straks voor de kraam die we hebben van de kerstmarkt hier in Hoek. En daar heb ik nog een ander dingetje voor. Daar ben ik ook nog aan bezig, want op die kraam wordt natuurlijk ook meel van de molen verkocht en de molen gepresenteerd. Zo begint hier deze druilerige zondagochtend met allerlei ontwerpen. In beginsel is het echt gedaan voor de kerstmarkt hier op 18 december in het dorp. Maar je begrijpt natuurlijk wel, banners en posters en dat soort dingen, die gaan vaker gebruikt worden. En de presentatie van mijn atelier, ja, dat zat er eigenlijk niet in, want daar had ik helemaal niet aan gedacht. Men vroeg aan mij of ik een kraam wilde huren om een werk tentoon te stellen en te verkopen. Nou, ik heb uitgelegd dat mijn schilderijen niet voor 5 euro te koop zijn. Maar ik kraam. Dus dan gaan we het zo doen. En omdat die kraam best wel groot is, heb ik met Jelle ook besloten om ook molenmeel te gaan verkopen en de molen te presenteren. Dus daar ga ik nog eventjes wat extra aandacht aan geven. Nou, in dit schilderij ga ik vandaag verder en als het goed is, is het vandaag ook echt afgewerkt. Het is een kwestie van laag over laag schilderen. Dus een schilderij is niet zomaar even klaar. En wat ik vandaag ga doen is, de achtergrond moet nog één keer opgehaald worden. Hier zitten nog wat plekjes wat aangedaan moet worden. Hier en daar een tipje. Het zijn allemaal wat kleine dingetjes, maar het is wel nodig om het 100% goed te krijgen. Dus daar ben ik vandaag ook nog even mee bezig. Ja, en als ik een eitje met spek ga bakken, zit er in één keer leven in dit beest. Want dat vindt ze geweldig. Dan krijgt ze van mij een klein stukje spek, moet je opletten. Oh, wat poes. Helemaal lekker. Ja. En voor de rest zit er weinig leven in vandaag, volgens mij. Kijk, een lekker eitje van een van de kippen van mij van de overkant. En die kreeg ik laatst van Wilna. Kijk eens, prachtig eitje. Nog poezenbeest. Oh, wat ligt hij lekker. Oh, lieve. Ja. Het is een lekker dagje zo voor jou, hè? Voor een eerste reis laat ik het eventjes onder een cellofaan dicht bij de oven staan. Dat is een temperatuur die waarschijnlijk hoger is dan 28 graden. Maar mijn ervaring is dat dit wel het beste werkt.
wekkertje is afgegaan. Dat betekent dat het broodje in de oven kan. Dat is zo'n sijzenbroodjes. Ook ze kan pakken en eruit komen. Kijk. Hartstikke mooie broodjes. En dit broodje, dat is... het is gerezen. Maar echt fantastisch is het niet. Die gaat er niet in. Op 220 graden. Zondag met Poes. Leuk hè? Ja, het is lief. Ja. Kom je gezellig met mij zitten, hè? Het wekkertje is gegaan. Mijn broodje is klaar. Het is gerezen. Ziet er aardig uit. Dat weet ik het zelf. Nou, het is gewoon een redelijk broodje geworden. Het verschilt elke keer wel iets. Hè? Dus deze is redelijk gerezen. Het kan beter. Maar ik heb toch een mooi broodje voor vanavond. Dit zijn zo de laatste kleine dingetjes die ik hieraan doe. Dan is het feitelijk klaar. Kan het ingelijst worden en kan het naar de galerie.